De loop van de geschiedenis neemt soms een loopje met bepaalde plekken. Die veranderen binnen enkele jaren een paar keer radicaal. En in de duinen van Hoek van Holland vinden we het verhaal van de verandering van deze plek achter metersdik oorlogsbeton. Hoek van Holland telt amper 10.000 zielen, maar er valt veel te zien. Door de strategische ligging biedt het belevenissen en bezienswaardigheden op het gebied van landverdediging, haven, recreatie en cultuur. Er is heel wat aan de hand aan de rand van Nederland. Ontdek de schatten van de Hoek. Zijn hier eigenlijk de bordjes zo aan het plaatsen, zodat als er toevallig tegen de kast aangestoten wordt, dat ze niet wegdraaien of omvallen en dergelijke. Dus er moeten wat steuntjes achtergemaakt worden. Waarom hebben jullie je hart aan deze plek verpand? Mijn grote hobby is geschiedenis. En een onderdeel daarvan is de geschiedenis van Hoek van Holland en haar militaire geschiedenis. Voor mij is het gevoel dat ik iets kan overbrengen, vooral als ik kinderen heb, scholen heb, over kan brengen naar de jeugd van wat het eigenlijk vroeger was. En dat we die kinderen kunnen vertellen hoe belangrijk het is om vrede te hebben, om in vrede te kunnen leven. Mag ik van jullie allebei even je geboortejaar weten? Ik ben geboren in 1946. Ik ben geboren in 1950. En dus jij had zoiets van, ik ben er net niet bij geweest? Nou, ik weet niet of ik daarop heb zitten wachten. Ik ben blij dat die tijd aan mij voorbij gegaan is. En ik zeg dan ook, ik ben in 1946 geboren. Dus ik ben waarschijnlijk van mijn vader en moeder een vreugdekindje geweest. Mijn vader en moeder en mijn twee oudste broers hebben allebei in de Jappenkampen gezeten. Dus mijn interesse ligt wel hier, maar ligt ook een heel groot gedeelte in Indonesië zelf. Nou, de laatste is voor jou. Jan, ik vermoed eigenlijk dat het rond 1940 hier gewoon duinen was, helmgras en konijnen. Klopt dat? Dat klopt. Want deze bunker is pas klaargekomen in 1944. Dus vlak voor het eind van de oorlog. Dus deze bunker bestond toen nog helemaal niet eens. We hadden hier munitiebunkers, een hospitaalbunker, een observatiebunker, de keukenbunker en de personeelsbunkers. Dit was een munitiebunker en er lagen langs de wanden 3153 granaten opgestapeld. En die granaten waren voor het geschut wat aan de boulevard stonden. Dat was eigenlijk de enigste functie van deze bunker. De oudere Duitsers die niet meer naar het oostfront hoefden en niet konden, die zaten hier. Dus de mensen die hier hebben rondgelopen, de Duitsers, die hebben een relatief goed leven gehad. Misschien kun je me iets laten zien over het dagelijks leven al daar. Dat kan. Dan moeten we even naar binnen. Wat ik ga laten zien is eigenlijk het dagelijks leven wat de soldaten hadden in een bunker. In deze ruimte zouden 9 mensen moeten slapen. De bedden die daar staan zijn 2 hoog. Daar zou nog een bed bovenop moeten staan. En dan nog 2 bedden ernaast. En was een tafel aanwezig waar ze eventueel konden eten, een spelletje konden doen. Maar ook in dezelfde ruimte moest hun gewerenrek staan. Dus de ruimte op zichzelf was heel beperkt. Wat weet jij over de sfeer tussen die mannen hier? In wezen heel goed. Kunnen we daar bovenop zien. Dat is in deze bunker. Is kerst. Ze vieren kerst op de foto. Wilde je niet in dienst, dan werd je opgepakt en ging je in een kamp. Dus die jongens die hier zaten, die hadden het liever lekker rustig dan dat ze moesten vechten. Ze vochten niet voor het plezier. Ik zie dat ze in die tijd ook al erotische afbeeldingen hadden. Ja, je moet je voorstellen dat jongens in dienst moesten. Heel lang van huis af, alleen onder mannen. Dus ze wilden best wel eens een keer een mooie vrouw zien. Dus ja, dan werd er een mooi plaatje van een dame in een kast gehangen. Zodat ze toch nog wat hadden om naar te kunnen kijken tijdens de strijd. De strijd van de hormonen. De strijd van de hormonen, exact. Aan deze gehate vlag hangt een groot verhaal. Dit zijn beelden van de capitulatie. Kapitein Leggett neemt het over van de Duitsers. Toen kapitein Leggett aan de kade kwam, zag je de Duitse vlag bij het hoofdkantoor van de Duitse commandant. Heeft geëist aan de soldaten dat ze die vlag moesten strijken. Dat weigerden de soldaten in eerste instantie. Toen heeft hij zijn hand op zijn pistooltas gelegd, zijn pistool eruit gehaald en zegt, nou kan je kiezen. Je haalt de vlag omlaag
of anders ben je dood. Nou ja, het was het eind van de oorlog. Dus de jongens die hebben die vlag gestreken, hebben meegegeven aan meneer Leggett. Volgens eigen zeggen heeft hij de vlag meegenomen naar Engeland. Heeft hem daar gebruikt als tafelkleedje. Naar de rand heeft hij hem inderdaad teruggebracht naar Hoek van Holland. Hij is hier persoonlijk geweest en heeft hem aan ons overgedragen. Zodat wij de vlag weer terug hebben zoals hij hier gewapperd heeft. Jan, commandant Leggett heeft het hier overgenomen van de Duitsers. En is de oorlog dan voorbij of komt er iets voor in de plaats, Dick? Nou, direct nadat de vesting Hoek van Holland was overgenomen, kwam de Nederlandse marine hier. En de Nederlandse marine die betrok deze bunkers, want inmiddels waren de verhoudingen met de Sovjet-Unie erg slecht geworden. En op die manier ontstond dus de Koude Oorlog. Er kwamen twee blokken tegenover elkaar te staan, de geallieerden aan de ene kant en de Sovjet-Unie aan de andere kant. En doordat de Koude Oorlog ontstond, kon men deze bunkers weer gaan hergebruiken en kregen ze door de marine een andere bestemming. Ja, we komen nu eigenlijk in een soort tijdscapsule, zou je kunnen zeggen. Want nadat de marine eruit gegaan is, begin jaren 60 van de vorige eeuw, is hier niks meer gebeurd in deze bunker. Dus alles wat we zien, dateert nog uit de tijd dat de marine hier was. Dit was eigenlijk de commandokamer, om het maar zo te noemen. En hier waren dus de marinemannen en vrouwen die waren bezig om al die bewegingen van de scheepvaart op de Noordzee in kaart te brengen. In die tijd waren dus ook bijvoorbeeld eenvoudige Russische visserschepen, die zaten vol met antennes en radar. En men spioneerde volop overal. Deden waarschijnlijk de westerse mogendheden ook. En als de berichten binnenkwamen hier via de telex en via de radioapparatuur en dergelijke, waar de schepen zich bevonden, dan werden ze op de kaart, werden ze dus aangetekend. En dan werden ze daarna op al dit soort borden, werden dus de posities van de schepen in kaart gebracht. Nou, we zien hier een blikje uit de noodvoorraad van drinkwater. Men hield in die tijd rekening eventueel met atoomaanvallen. En daar waren deze bunkers ook wel tegen bestand. En dan, als men dan opgesloten zat in de bunker, dan had men nooddrinkwater. En dat kwam uit Amerika? Deze blikjes die komen uit Amerika en die staan hier dus ongeveer al 60 jaar. Nou, proost! Ja, dus ik kan niet garanderen dat drinkwater nog van goede kwaliteit is. Hoe ging het verder met deze bunker? De ontwikkeling van de elektronische apparatuur ging zo snel dat men ging reorganiseren en men dus een andere locatie langs de kust vond om dat werk met modernere apparatuur voor te zetten en ging deze bunker op slot. En toen kregen we de troposcatter in Hoek van Holland, maar daarvoor moeten we naar boven. Is dit nou het nieuwe G7-netwerk? Nou, je zou het er een beetje mee kunnen vergelijken. Hè? Ja, wanneer is het neergezet? Ongeveer 65, 67, zo rond die tijd. Dit is de troposcatter. En de troposcatter die werd bemand door het Amerikaanse leger. En het is zo dat die radioboodschappen verstuurde naar Amerika. Maar dat ging natuurlijk niet gelijk van hier naar Amerika. Maar dat ging met steunzenders onderweg. Even heel simpel gezegd. Als we over radioboodschappen versturen, dan hebben we natuurlijk zenders en versterkers, maar dan moeten we bij de horizon weer een nieuwe post oprichten. Want die moet weer zorgen dat de boodschap verder komt. Maar deze dingen die waren zo modern, die stuurden de boodschappen omhoog tegen de troposfeer, vandaar troposcatter. En dan kwam die terug. Je was continu een groep van 15 Amerikaanse militairen. En die jongens die werden natuurlijk betaald in Amerikaanse dollars. En die gingen ook natuurlijk uit in de Hoekse dancings. En die versierden daar dus Nederlandse meisjes. Zeer tot ongenoegen van de Nederlandse jongens. Kijk, die jongens uit Hoek van Holland, die konden niet op tegen die rolletjes dollars die die Amerikanen in de zak hadden. De troposket is ontmanteld en de bunkers zijn gesloten. En wat is het nu? Een museum. Lijkt me een goede zaak, toch? Jawel, want oorlog hoort in het museum. Jullie zijn van net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Als er nou iets zou zijn dat jullie uit die tijd zouden hebben willen meegemaakt, wat zou dat zijn geweest? De bevrijding. Willen voelen wat de hongerwinter geweest is. Dat lijkt me geen fijn gevoel. Nee, maar we kletsen ergens over terwijl we het niet weten. Mannen,
hartelijk bedankt voor het in leven houden van een noodzakelijke herinnering. Heel graag. Heel graag. Doen we dat. Ja.